Morgen de 100ste uitzending. Jij bent de 100ste deelnemer aan Verborgen Verleden. De 100ste deelnemer. Ja, ja. Had je altijd gehoopt om aan het programma voor het programma een keer gevraagd te worden? Ja, joh. Ik keek het altijd. Ik heb het al die jaren gezien. Ik vond het geweldig. En wat vind je dan geweldig? Wat vind je geweldig aan deze aflevering waar je zelf een hoofdpersoon in bent? Nou, ten eerste wordt het met zoveel liefde gemaakt. Ik heb het al eerder gezegd. Dat productieteam is echt geweldig. Het is prachtig in beeld gebracht. En wat spannend is, je weet niet waar je terechtkomt. Nee, want je komt in een soort bubbel. Want we praten, maar we kennen elkaar natuurlijk van de keukentafel, de rode wijn en de hersenkaas. Maar mevrouw Kleinsma, Een beetje mallig. Ja, heel mallig. Ja. We hebben altijd in de keuken ook deze microfoon zo. Mevrouw Kleinsma, je zit in een soort bubbel. Ja, je zit in een soort bubbel. Als je gevraagd wordt, dan gaan ze eerst kijken of je wel interessant genoeg bent voor het programma. Het is natuurlijk toch wel gewoon een televisieprogramma. Dus dan is het heel spannend. En je voorgesprek? Voorgesprek. En dan zou je het leuk vinden. Ja, ik zou het geweldig vinden. Oké, dan gaan we even aan de gang. En dan heb je 3 weken wachttijd. Nou, dat is bloedje spannend. Of je mee mag doen, ja of nee. Ja. Of jij interessant genoeg bent voor het programma. Of iets leuks gebeurt. En je mag meedoen. En 3 weken daarna, ja hoor, kwam het verlossende woord. 5 dagen ga je op pad met dat en je gaat dan team. 5 dagen dus op ik pad. Ik zeg, nou, ik kom dan s'avonds even lekker wijn drinken. Nee. En ze hebben het team ook. Want ik bleef dus de eerste paar dagen in Amsterdam. Ik dacht dat ik er niet meer uitkwam. Maar, en het team blijft dan ook slapen. Terwijl die mensen allemaal in Amsterdam wonen. Ja. Maar je blijft bij elkaar. Ja, en de uitzending is ontzettend lief en mooi. Ja. En je gaat van de ene verwondering in de andere verwondering. En ook over eten vraag je gewoon dingen af. Laten we even kijken. Eten. Ik ga met je mee. Ja. Gaan we die kant op? Ja. Zou ze een broodje kroket hebben daar? Nee, het is allemaal exquis. Oh. Ken je Westerwijk? Westerwijk. Westerwijk. Oh, dat is Scandinavisch. Dat is Scandinavisch. Nee, het is niet waar. Misschien is je opgevallen dat de mevrouw hier helemaal niet zo heet. Dus eigenlijk moet jij nu aan mij vragen, is dit wel dezelfde? Nou, Harmen. Is dit wel dezelfde? Ja, dat is dezelfde. I have here a long list. Oh. Nou, dat is toch leuk, jongens. Het is toch artistiek ooit. Ja, ja. Den 26 januari is onze enigste en allerliefste dochter, Johanna, overleden. Ja, op een gegeven moment krijg je dat boekje, hè, van je 17e eeuw. Ja, en dan heb je dus echt, ja, je hebt iets in je handen. Nou, wordt het heel echt. Wat heb je dan in je handen eigenlijk? Dat was een dagboekje van meneer Slaterus. Dat is dus een van mijn voorvaderen. Ja. En die was conrector in Zutphen, op de Latijnse school. En die heeft een dagboekje gemaakt. Dus vanaf het moment dat hij geboren werd, nou, ging je helemaal beschrijven. En dat is 17e eeuw, toch? 1600. De helft van 1600, 1671 geloof ik. En dat heb je ook meegekregen? Dat kreeg ik mee, dat mocht ik even lenen. Ik hoopte dat ik het ging, maar dat mocht niet. Moest teruggeven. Maar ik heb het een paar dagen in mijn handen kunnen houden. Maar